Dit is wat we vandaag gaan maken. Het heet het Selective Color Effect. Je kan er dus heel goed objecten mee uitlichten door één kleur te selecteren. En dat gaan we natuurlijk doen in de Mobile Serie. Je ziet dit effect vaak terug op echt felle objecten, zoals bijvoorbeeld een bus in Londen of een telefooncel die helemaal uitlicht. En ik kwam er eigenlijk op door Joey van Creator Tools. Jullie kennen hem natuurlijk allemaal. Die is namelijk een tijdje geleden in Londen geweest en die heeft zo'n foto gemaakt. Toen dacht ik, dit is zeker tof om ook op de Mobile Serie te doen. En voor deze tutorial heb je alleen PicsArt nodig. Want deze tutorial ga ik ook zo simpel mogelijk houden, zodat je dit zo snel mogelijk kan doen. Dus laten we gewoon snel ook naar de eerste stap gaan. Nou, ik heb hier PicsArt open en het heeft een nieuw design. Het is nu roze geworden. Wat vinden jullie ervan? Ik hou persoonlijk, vind ik het toch wel iets vrouwelijk. Jongens, het spijt me. Maar daar gaat het niet om. PicsArt blijft natuurlijk gewoon een goede app. Daarom gaan we hem nu ook gebruiken. Nou, ik heb hier dus een foto van Joey van Creator Tools. Hoe toepasselijk. Rechtsbovenin kan je namelijk gewoon op verder drukken als je je foto hebt gemaakt. Het belangrijkste bij een foto is dat je gewoon een object in beeld hebt wat je goed kan uitlichten. Zorg dat dat gewoon een felle kleur is. Rood, geel, maakt niet uit. Zolang die kleur maar echt al een beetje eruit springt. Nou, bij Joey is het eigenlijk vrij simpel. Hij heeft een rode trui aan en die kunnen we goed gebruiken. Dus we gaan op het pijltje drukken. Drukken we op Effects. En dan scrollen we naar Colors. En dan zie je hier heel simpel Color Splash. En hier gaan we gewoon de kleur selecteren die we willen. Ik ga een beetje zo op de trui. En wat je nu ziet is dat hij eigenlijk te veel zwart-wit heeft gemaakt. Dat kan je heel simpel aanpassen door op Color Splash te drukken. En dan kan je de minimum hue en de maximum hue aanpassen. Nou, hiermee kunnen we dus een beetje spelen totdat we zien hoeveel dat er in beeld is. Nou, dit is eigenlijk ook al wel een tof effect. Want zoals je ziet, Joey is nu ook in beeld omdat zijn huidskleur ook wordt meegepakt. Dit zou je dus al als eindresultaat kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij een rode telefooncel. Maar ik ga toch eventjes iets verder doen en dat ga ik in de tweede stap doen. Nou, stel ik wil alleen de trui hebben, dus niet Joey's gezicht, kan dat ook. En dat kan je doen door het gummetje te klikken aan de bovenkant. Ik zoom een beetje in en dan ga ik gewoon met de gum hier overheen dus. En dan maak ik dus meer zwart-wit. Nou, waarvoor dit handig is, is als het zwart-witte dus net iets te veel heeft geselecteerd. Stel je hebt nog een rode kleur in je foto en je wil die weg hebben, dan kan je dat dus hiermee doen. En wat je nog kan doen is voor de zekerheid alle kleur weghalen. En dat kan je doen door op de eraser onderaan te klikken. Dan kan je de size nog wat groter zetten. En dan bijvoorbeeld de hardness ietsjes hoger zetten. Dan kunnen we nog even over de foto heen gaan. Zodat we echt zeker weten dat alles zwart-wit wordt. En als je dan klaar bent, dan druk je rechtsbovenin op het icoontje van het vinkje. Drukken we op Apply en dan drukken we op het pijltje. Dan kan je dat natuurlijk gewoon weer opslaan bij More. En dan Save Image. En dan staat hij in je foto library en dan heb je dit als eindresultaat. En ik ben ook benieuwd naar de foto's die jullie hebben gemaakt. Stuur die natuurlijk gewoon in naar onze Twitter. @hoegaatdat. Vergeet niet even te abonneren en dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!